gedachten leidt. Gedachten die maar doorgaan, zodat je kop in tweeën splijt. Je denkt, hoe kan het zijn dat er een vorm van liefde is, als er een Auschwitz en een Kosovo en een 11 september is. Zo denk je en je denkt maar echt, je hebt er niet veel aan. Je kunt wel denken dat mijn lul een bel is, maar trek er maar eens aan. Je vraagt je af waarom de een een kwal te dragen heeft, en die hem op zijn langst een jaar of 10 te leven geeft. En waarom krijgt hij dan toch nog een jaar of 10 met goed fatsoen, terwijl een ander die veel jonger is hem met een maand of 2 moet doen. Zo denk je en je denkt maar echt, je hebt er niet veel aan. Je kunt wel denken dat mijn lul een bel is, maar trek er maar eens aan. Trek er maar eens.